remmen en stopafstand. Als er wat voor je gebeurt, moet je natuurlijk hard kunnen remmen om op tijd tot stilstand te komen. En hoe groot die afstand is, is afhankelijk van hoe snel je rijdt. Er zijn een paar factoren die meespelen. Uiteraard snelheid, asfalt, of het nat is, of besneeuwd, of droog. En ook de staat en conditie van je banden. Als je voor je in één keer plotseling wat ziet, waardoor je hard moet gaan remmen of een noodstop maken zelfs, ben je al een seconde verder voordat je überhaupt dus gaat remmen. Deze pion is zometeen het punt waar ik ga remmen. Noodstop maken. Ik rijd dus nu 50 km per uur. Dat is 14 meter per seconde. Hier tot stilstand gekomen. Ik heb hem even uitgemeten. Is 12,2 meter. Dat is een goede 12 meter afstand bij 50 km per uur. Plus de 14 meter reactieafstand die we eigenlijk al hadden. Dus je zit op een goede 26 meter voordat je stilstaat op het moment dat je iets ziet gebeuren. Maar stel nou dat je stiekem 60 km per uur rijdt. 10 km per uur meer. Niet zo spannend, hè? Je ziet de auto nu hier tot stilstand zijn gekomen. Dat was het vorige punt. En terwijl ik maar 10 km per uur harder ben gaan rijden, zie je dus dat hij nu op ruim 17 meter staat. In plaats van daar. Dus dat scheelt behoorlijk. Waar we daar stil stonden, krijg je nu een ongeluk met ongeveer 35 tot 40 km per uur. Dus voor een fietser en een voetganger zijn dat geen fijne overlevingskansen. Of in ieder geval zwaar letsel. Dus dat maakt maar 10 km per uur verschil. Ik doe deze remtest met goede banden, voldoende profiel en ook dat scheelt. Als je weinig profiel hebt, je zit echt op het minimum, kan je dat wel 20% extra remafstand opleveren. Zorg ervoor, onder alle omstandigheden, dat je goede banden hebt.